Ivy van de Heuvel, 8-3 winnen van Peiting, dat is lekker. Ja, dat voelt heel goed, ja, inderdaad. Ja. En hoe kwamen jullie uit de startblokken? Ik bedoel, zo ongelooflijk. Ja, inderdaad. De laatste wedstrijd was dat niet zo. Daar hebben we over gesproken als team. En we maakten elkaar echt duidelijk dat we dat wel moesten doen om hen te kunnen pakken in de beginfase. Natuurlijk een lange reis achter de boeg. En ja, daar profiteerden we optimaal van. Want als je 4-0 voorstort na de eerste periode, vooral door druk zetten, eigenlijk heb je een compleet overrompeld. Ja, inderdaad. Dat zeg je goed. Ja. Vooral door druk zetten konden we vaak de puck overmeesteren en daardoor kansen creëren. Toen dacht ik, nou, dat kan misschien wel 8 of 9-0 of 9-1 worden. En toch kwamen zij een beetje irritant terug, hè, tot 5-2. Ja, inderdaad. Ja, het is gewoon een sluwe ploeg en een ontzettend goede ploeg. En maar we moeten gewoon 6 minuten gefocust zijn. En op het moment dat dat niet zijn, dan slaan ze gewoon toe. Ja. Vooral in de periode dat jullie een paar mensen op de bank hebben zitten. Ja, inderdaad. Ja, daar profiteerden we goed van. Inderdaad. Ja. Was het toen echt een kwestie van, oké, jongens, wacht even. We staan 5-2 voor. Het wordt nu 6-2 voor ons. We moeten nu een doelpunt maken. Ja, zeker. Op dat moment, volgens mij, bakte Bo Zoeber ook een time-out. Om de jongens weer op scherp te zetten. En dat was op dat moment al nodig. Ja, en dan op het eind. 2 doelpunten nog van Mickey Bastings. Publiek staat op de banken. Dan wordt het toch een beetje onvriendelijk, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat is toch altijd met een ijsje playoff serie. Je weet dat je elkaar de volgende wedstrijd weer gaat zien. En dan proberen hun een bepaald signaal af te geven van, jullie zijn niet van ons af. En ja, wij antwoorden daar dan op. Ja. Ja, en dan geven jullie het signaal terug van, ja, dat zal wel zo zijn, maar we laten ons niet kennen. Ja, inderdaad. Ja. Dat zeg je goed, ja. Dan wordt het natuurlijk een pittig duel vrijdag in Zuid-Duitsland, in Peiting. Ja, zeker. Het vorige duel was dat ook al daar. Ik denk dat wij onze tactiek gewoon moeten blijven hanteren die we vandaag hebben gedaan. En dan blijven vechten voor de puck in ieder duel en op een faire manier. Dat het onze kant om kan lopen. Want gaan jullie daar echt voor de overwinning? Of zit er misschien toch een beetje een gedachte bij van, wacht even, we maken het hier thuis af? Nou nee, die gedachte hebben wij nog nooit gehad. Ik bedoel, je kunt dat niet doen. Nee, want als we hier dan thuis worden overrompeld, dan zijn we klaar. En dan neem je zelf nooit een goede. Ja, de Tilburgse fans zouden dat natuurlijk wel willen. Daar gaan er ongetwijfeld een hoop mee naar Peiting. Ja. Het is 8 uur rijden. Maar toch, hier in eigen huis. Ik denk dat de Tilburgse fans vooral de finale willen. En dat is het belangrijkste. Dat is mooi gesproken. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.